zijn bij het hoofdkwartier van het Wereld Natuurfonds. En we zijn hier geweest om dan eigenlijk een impressie te krijgen van wat ons te wachten staat als we naar Oeganda gaan, naar Berggorilla. Nu ik ook middenin zit in het project en hoor wat ze allemaal doen en enorme werk wat erbij komt kijken. Dan denk ik alleen wat geweldig om hier onderdeel van te zijn en te kunnen bijdragen. Wat het meeste indruk heeft gemaakt is hoe lief die beesten zijn, hoe lief die dieren zijn, die gorilla's. Ik verwacht ook dat ik ontroerd zal worden door de schoonheid van de wereld waarin we leven. Misschien ook ontroerd door de soort hulpeloosheid die je zal voelen als je merkt dat je iets wil bijdragen, maar het niet direct kan. En daarbij hoop ik dus ook dat we dat met z'n allen kunnen doen. Sowieso in te zetten voor de natuur is iets wat wij met z'n allen moeten doen. En dat ik nu de berggorilla heb als dier, vind ik nou heel bijzonder. Het is heel dicht bij de mens. Als je een berggorilla ziet met een kindje, zo'n babygorilla aan de borst en helemaal verzorgen, dan heb ik met mijn moederhartje direct iets van, oh, wat leuk, wat lief. Ze herkent heel veel, maar tegelijkertijd zijn ze toch wel anders en ook heel kwetsbaar.